De dorpsgemeenschap van Pokigrong is op 26 december in vergadering bijeen geweest. Deze vergadering is belegd door het dorpsbestuur om de bewoners in te lichten over het gemeenschapsbos. De reden voor deze vergadering was eerder aangegeven, namelijk dat vanaf het ministerie van Regionale Ontwikkeling het beheer over het bos heeft overgenomen, er weinig of geen geld op de rekening van het dorpsbestuur wordt gestort. Een ander punt is dat een van de door RO beëdigde kapiteins, Gilly Huur, gelden heeft gelegd van de bankrekening van het dorp. Dat is gebeurd zonder toestemming van de twee andere kapiteins. De uitdraai van de uitgeschreven checks zijn als bewijs overlegd. Intussen heeft het dorpsbestuur aangifte gedaan van verduistering tegen de kapitein Huur. Een van de dorpsbewoners, Albert Jeru, de eerste voorzitter van de stichting Wederopbouw Pokigrong, Stiwepo, ging in op het ontstaan en beheer van het gemeenschapsbos. Zo gaf hij aan talen kubage aan hout die uit het bos gehaald is in 2015 en 2016 bijkans 4000 was. Misschien schreef Jaji Mitaki, een overeenkomst die voor 10 US 1 kub. Even vermenigvuldiging, 3911 maal 10 US, dat we door een aan voor ongeveer ruwweg 40.000 US dollar. Nee, 40. US dollar, anno SRD. US dollar. Dat eigenlijk het dorp moest kiezen voor de man of voor een ondernemer van Euroco in Assam. Maar dat is een soort vraag die ik moest stellen ten aanzien van Assam zijn de pot naar papieren, Jimmy, of de uitdraai zijn de pot, ja. Maar dat is naar Atori. Ik verstaan dat mevrouw Jangeman en meneer Jack, Leroy Jack kon je vergaderen, dat de mataki. Mijn verstand dat mijn jereer, dat ik mevrouw Jangeman, dat ik noem dat overal bedrag, want anders is de ofeti in de zaal. Dat betekent, want ze hebben een klop. Ze hebben een klop links, ze hebben een klop rechts, ze hebben een klop naar achter, ze hebben een klop naar voren. Ja? Maar belangrijk is, de uitdraai, de opname. Kom, look, Alexander. Voor meneer Paulus Rudy. De conclusie die hieruit getrokken wordt is dat de gemeenschap van Pokigrong voor ettelijke duizenden SRD's benadeeld is. Na verschillende beraadslagingen is het besluit genomen dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling het beheer van het gemeenschapsbos moet overdragen aan het dorp. Dit besluit is verwoord door kapitein Stanley Jonathan. Het punt dat is aan haal aan, Jeng. RO moest stop onmiddellijk. U bedankt de vanaf die naar de hele gemeenschap. Ze moeten onmiddellijk stoppen met alle activiteiten in het gemeenschap Bos van Pokigrong. Ze moeten onmiddellijk stoppen met alle activiteiten in het gemeenschap Bos van Pokigrong. Dat is het juiste positie die we moeten nemen. Onmiddellijk stoppen alles. Ja. Het is al genoeg. Het is al genoeg. RO moet onmiddellijk stoppen met alle activiteiten in het gemeenschap Bos van Pokigrong. Klaar. Punt uit. De aannemer Rudy Paulus, die in het gemeenschapsbos werkt, gaf aan dat er in de stad een onderzoek gedaan moet worden. Op de vraag waar het geld van het gemeenschapsbos is, zei Paulus dat hij een computer voor Jeru had gekocht. Dit schoot Jeru in het verkeerde keelgat en hij eiste meteen een bewijs. Dit meningsverschil maakte dat de vergadering bijna ontaarde. Na verschillende bemiddelingspogingen lukte het om de gemoederen te kalmeren.